my promise, it won't break. I'm hoping the things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay. Caught us off guard, but there was no other way. Zijn die goed? Een hele goede morgen. En super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. It's my birthday today. Maar goed, we zijn nog steeds op rides. En we zijn dus nog steeds in het huisje met de bedstee. Maar we zijn al zover dat we eigenlijk bijna weggaan. We hebben onze fiets helemaal ingepakt. Anouk is mijn fiets nog even in stijl afmaken. Want ja, je bent maar 1 keer 24. Dus je gaat wel in stijl naar huis. Dus dat laat ik zo even zien. Maar het leuke is, we hebben gewoon weer zon. Dat is toch leuk. Is toch echt leuk, hè? Het is ons gewoon echt gegund. Het is ons gewoon gegund. Iedereen liep me gisteren te appen dat het ging regenen en dat ik me moest inpakken en alles. Nou gaan we wel, daar ben ik heel eerlijk in, we gaan richting zuiden fietsen nu. We zijn nog in het noorden. Dus alles kan nog gebeuren, dat weet ik. Dus we hebben ook alles regendicht ingepakt. Dus ja, we hebben er rekening mee gehouden voor de zekerheid, maar zover we nu zien gaat het voorlopig nog even niet regenen. Misschien net op het laatste stuk. We gaan het al zien. Maar ja, it's my birthday today. Dus we gaan nog wel onderweg ergens gezellig lunchen. Om mijn verjaardag natuurlijk een beetje te vieren en ook het einde van de vakantie. En als wij gaan lunchen gaan wij ook even lekker voor de vlog zitten om onze top 4 bekend te maken, zeg maar. We hebben 4 huisjes gehad en 4 locaties. En we hebben allebei een top 4 ervan gemaakt. Het leuke is, we weten niet van elkaar welke top 4 we hebben. Dus daar gaan we straks achter komen. Oeh! Maar eerst even het huisje ready maken. Even. Oh, leuk. Alsof die erbij hoort. Ja. Ja, alsof die erbij hoort. Nou, de vlaggetjes die hangen, moeten zo alleen nog even aan één kant bij je fietstas vastgezet worden. Ja, ik denk dat deze cijfers nog wel op de achterkant van die tas kunnen, denk ik. Schrik niet van mijn fiets, maar ja, het lijkt. Oh, het wordt wel ineens wat grijzer. Nou ja, we zijn ervoor ingepakt, dus. Tadaa! En volgens mij heb ik nog nooit zo ernstig ingepakte fiets gehad. Rian, kan je even helpen met dit geval? Als nu. Het wordt nog erger trouwens. Zal ik nou gewoon hier blijven filmen en dan jou lekker laten klussen? Oh ja. Dat ziet er toch echt erg uit. Maar ook wel weer leuk. Ja, we gaan het even fixen hoor mensen. Ik ga die 4 nog even binnenleggen, dat we even letter voor letter samen doen. Of cijfer voor cijfer. Nou, hier zit wel een touwtje door, maar daarboven moet ook een touwtje. Er moeten overal touwtjes. Oh, het wordt wel echt gered. Ik zie de regen al aankomen. Dat mag ik hopen.
eieren en kaas. Nou, het is toch wel leuk? Ja. Het is heel leuk. Het blijft ook doorgaan, hè? Dini. Nou. Even wat groente en kaas naar binnen werken, hoor. Smoothie erbij. Wat had jij nou? Een omelet. Nee, een uitsmijter met kaas. Ah. Nou, we zullen hem even. Oeh, wat voor kleur zijn wij, joh? Misschien moet je dat even. Hij is echt heel veel beschadigd. Ja, inderdaad. Dan moet je gewoon goed duidelijk praten, ja. Hè? Nou, we zitten heerlijk bij onze tussenstop. We zijn op de helft van onze fietstocht. Nou ja, richting Gouda. Hoeveel kilometer moesten we nou nog? We moeten nog. We moesten vandaag 68 kilometer. Oh, zit er niet meer in. We moeten er nog 40. En we moeten nu nog 40, dus we zitten ruim op de helft. Dus dat hebben we netjes gedaan. En nu zijn we hier lekker een beetje wezen lunchen en ja, nog een beetje na lunchen. Maar we gaan nu even de top 4 doen van het huisje en de omgeving. Maar we doen eerst even het huisje, voor de duidelijkheid. Dan is beginnen we dan bij 4 of 1? Ja, met 4 is leukst. Dus je begint met de minst leuke. Doen we bij 4. Ik heb net al 2 koppen gelukkig. Dank je wel. Hier wordt te veel. Zeggen we de plaats van het huisje of zeggen we het huisje, beschrijven we het huisje? Anders kan je hem al lezen. Ja, ik heb nog niks gezien. Nou ja, nummer 4, hè. Zeggen we de locatie? Ja, eerst de locatie, ja. Daar waar het huisje staat. Begin jij met eerst. Oké, ik heb op nummer 4 heb ik Broek in Waterland. Dat is het huisje. Het vakantiehuisje. Voor 2 nachtjes. Weer. Dus eigenlijk net de vorige locatie. Hallo. Hey Anouk, we hebben nog een... We hebben nog een gast. We hebben nog een huisdier. Nou, ik weet niet of... De blokkert. We hebben hetzelfde. Dan heb ik op nummer 3 heb ik Zaandam. Onze laatste locatie. Gevonden. En daar zijn we heel blij mee, na al die kilometertjes. Hoppakee. Oh, dit ziet echt zo leuk uit binnen. Oh, dit ziet er heel leuk uit. Oeh. Voorzichtig. Dit heeft een opstapje. Ja, en waar lag de sleutel? Oeh, daar moet ik even voor kijken. Heb ik ook op 3 staan dan? We hebben niet bij elkaar afgekeken. Nee, we weten het niet van elkaar. Nee. Dus dit is wel erg leuk. Ja. Maar 4 hebben dus hetzelfde. Dat is dus het huisje in Broek aan Waterland. Dus dat is het blokhutje, ja. Met die cavia's en alles. Was gezellig, maar was niet mijn top 1 huisje. Ja, het was mooi dat je daar de zonsondergang kon zien. Ja. Weet je, met bootje daar naartoe ging, dat waren pluspunten. Ja, dat waren pluspunten. Maar het was, in het geheel was het niet top. Nee. Nummer 3 was bij jou dan... Zaandam. Zaandam, dus de Pipowagen, ja, waar wij nu uitkomen. Ja, was waar leuk. Wij vanmorgen dus nog in hebben geslapen. Maar voor mij nummer 3. Ja, nou, dat is bij mij dus niet hetzelfde. Ik heb Julianendorp, het Zarechtje. Oké. Okay. Ja. Oh, valt de goede kant. Er valt niet heel veel te laten zien, maar het is natuurlijk wel leuk, de eerste blik van het huisje. Oh, leuk. Echt heel leuk. Het is lekker donker. Even alle lampjes aan. We hebben een staalbabetje. Zitje met een plant. Dat vind ik wel echt heel leuk. Zo. Ja. Nou ja, eettafeltje. TV'tje. En dan hier onze bed. En de keuken.
En de badkamer. Oh. Zoveel knoppen. Jeetje. Een wc'tje. Het is wel een klasbadkamertje. Ja, het is echt een heel schat. Maar ik vind de douche best goed, hè? Ja. Want? Ik vond top 1 en 2 vond ik leuker dan het saletje. Oké. Nee. Saletje was niks mis mee. Nee. Was prima saletje. Maar ik vond het niet super veel bijzonders of zo. Nee, dat is waar. Nou, nummer 2. Nummer 2 is Ouwekerk aan de Amstel, de tent. Hier slapen we. En ja, ik heb heel lang getwijfeld. Echt? Ja, maar ik heb echt... We hebben niet hetzelfde. Ik heb echt getwijfeld. Die nummer 1 en 2 vond ik het lastigst. Ja, dat snap ik. Die vond ik echt het lastigst. Eigenlijk is het een gedeelde eerste plek bij mij, de nummer 1 en 2. Ja, maar dat mocht niet. Nee, dat mocht niet. Dus ik moet iets op nummer 1 en iets op nummer 2 zetten. Oké, dan heb ik op nummer 2 de piepenwagen staan. Oké. Onze laatste locatie! Gevonden! Ja, die vond ik erg leuk. Zou ik zeker nog een keertje willen slapen. Die vond ik erg leuk. Heel leuk ingericht. Ja. En omgeving, hou geen voorbeeld op. Maar dat hoort even. Daar doen we het nog niet over. Gaan we even nog niet over hebben. We doen alleen even thuisjes. Ja. Nou, nummer 1. Ja, dan heb ik op nummer 1. Jullie aan het doen. Oh, van de goede kant. Er valt niet heel veel te laten zien, maar het is natuurlijk wel leuk, de eerste blik van het huisje. Oh, leuk. Echt heel leuk. Het is lekker donker. Even alle lampjes aan. We hebben een stijlbabetje. Zitje. Ik heb op nummer 1. Ja, de tent. Ja. In Ouderkerk aan Amsterdam. Ja. Ik vond de tent echt fantastisch. Duckboek. Nou. Ik heb ook een paar Donald Duckjes bij me, maar dit is hier nog... Dat is leuk. Alle handen. We hebben appelstroop, we kunnen pannenkoeken maken. Ja. We hebben stroop. We hebben rietsuiker, dus we zouden... Maar ik denk dat dat niet helemaal... Dit is dan de roerbox, denk ja, ik. Ja. Ja. Nieuwe handdoekjes. Ja, ik vind dat er echt... Top uitzien, hoor. Nou, dat is echt heel leuk, dit. En gewoon gezellig. Weet je wat hierin zit? Nee. Onderzetters. Oh. Ik vond hem echt fantastisch. Ja. Het slapen daar, het leven daar, ik vond het echt leuk. Ja. En jij hebt dan ook nummer 1 in je Lianendorp. Ja, ik vond het huisje echt leuk. Maar die tent was ook bijna net zo leuk. Alleen ik moest iets op nummer 1 en nummer 2 zetten. Ja, het was echt een leuk huisje in Julianendorp. En de tent was ook hartstikke leuk. Gewoon grappig dat we dat niet allemaal hetzelfde hebben. We hebben wel nummer 4 hetzelfde. Ja, nummer 4. En de omgeving. Dan gaan we door naar... Wat ging jij daar? Omgeving. Weer bij 4 beginnen. Ja. Nou, de omgeving die ons als laatst is geëindigd, is Ouwekerk aan de Amstel. Het dorpje vond ik alleen maar leuk. Ik heb Ouwekerk aan de Amstel niet zoveel van gezien. Leuk dorpje. Ik krijg echt trek. Oh ja, bij de ijssalon. Oh, je kan je fiets opladen. Ja. Dit is wel heel toevallig. Ja. Dit is wel echt heel toevallig. Ja, de Ouwekerk vond ik... Nou, ik vond het niet zoveel bijzonders. Maar we hebben er ook niet zoveel van gezien. We zijn ook niet echt... Nee. Ja, een rondje gefietst. Ja, maar we hebben niet echt... We zijn een rondje gaan fietsen.
dingen opgezocht om te doen. We zijn daar gaan kanoën. Nee. Dat is dan niet in Oudekerk aan Amstel? Nee, dat was niet in Oudekerk aan Amstel. Dat was in Broekenwaterland. Oh ja. Dat hebben we dan jou. Ja, daar hebben we dat nee, rondje gefietst, maar niet... Ja, rondje gefietst, ja. Nee, ja, was... We zijn er maar twee nachtjes geweest, dus één dag. Dus de ene dag hebben we gefietst. Dat zal het dan zijn, daar hebben we maar één dagje tijd voor gehad. Ja. Ja, daarom komt hij op nummer 4. Ja. Nou. Nummer 3. Ja, begin jij maar. Ik heb nummer 3. Broek aan Waterland, de teentuin. Vond okay. ik erg leuk. Is lekker. Zeker lekker. Ik heb op nummer 3 met een lichte toelichting Julianadorp staan. Want dat is al. Ja, maar dat is. What? Ja, maar dit komt de toelichting, dat is bekend. En de andere twee zijn niet bekend. Ja, ja, ja. Dus dit, deze heb ik op 3 gezet. Was super leuk, maar is bekend. Ja. Dit gaan jullie waarschijnlijk heel de week zien. Ja. Want als wij hier staan op deze camping, dan gaan we iedere avond naar het strand. Lekker. We hebben besloten om wat te gaan drinken. Ja. Voordat we naar de camping gaan. Oh, kijk. Oh, je hebt een schoteltje. Ja, een schuim. Ja. Oh, je ruikt dus goed. De liqueur. Ja, en ik heb rum erin. Of rum. Ja, dat ruik je heel goed. Ik ben heel benieuwd hoe die smaakt. Vorig jaar vond ik hem niet meer zo lekker. Maar het jaar daarvoor wel. Dus misschien dat hij het nu weer lekker is. Ik doe gewoon alsof het soep is. Ja. Ja, wij zijn nu al 3 jaar achter elkaar bij Julianadorp geweest. Dus dan, En dit zei ik tegen jou. Ja. Dit, hier wil ik toelichting geven. Het is een bekende omgeving. Wij zijn op heel veel plaatjes al geweest. Waarom staat hij op nummer 3? Toch hebben we nu in Julianadorp een hoop dingen gedaan die we nog niet hadden gedaan. Ja, oké. Maar de omgeving... We hebben het niet over de activiteiten gehad. We hebben het over de omgeving. Maar ook de omgeving hebben we nieuwe dingen gedaan. Ja, oké. Maar de omgeving op zich, wat je gezien hebt, is wel bekend. Ja. Heb je echt in de omgeving nieuwe dingen gezien? Ja, waar wij gingen loopfietsen. Ja, oké. Maar dat was totaal nieuw. Ja, maar dat vond ik nou niet heel anders eruit zien dan plekken die we al gezien hebben daar. Ik heb het over wat ik vond, hè? Ja. Ja. Oké. Nummer 2. Ja. Is bij mij. Ja. Zaandam. Oké. Zaandam. Wat zit je nou pas gebeurd? Zo jammer dat je spiegeling hebt. Ja. Ik heb daar geen toelichting bij staan dan. Ja, ik vond iets anders net wat leuker. Oké, nou ik heb in mijn 2 Broek in Waterland. Ja, dat was limbo. Ik wil je even voorstellen aan mijn familie. Ik ben gezellig met mijn vrienden uit kanoën. Oh nee, Anouk is er ook, maar... Ik ben ik, dat was best. Het bootje met veel water, de koeien die bijna in de boot zaten. Ja, Broek aan Waterland is echt wel iets om te adviseren. Ik vond de theetuin. Ik vond het leuk. De theetuin, het einde. Die was geweldig. Het was echt leuk. Ja. En jouw nummer 1. Mijn nummer 1. Spannend, spannend, spannend. Tromgeroffel. Ja, ik weet hem al. Ja, zo gek als jij hem nu niet weet. Ja, bij mij is echt nummer 1 Julianadorp. Omdat ik hou van strand, ik hou van duinen. En ja. Regenen. We hebben daar een keertje onder zo'n huisje gesloten. Het ging echt hard. Ja.
Lekker. Van ouds? Wel heel heftig. Maar rum is sowieso heel heftig. Pure rum. Hey, kijk. Ja, wat is klepje. Een klepje. De bedoeling. Zo, zijn we nu helemaal in beeld? Nou, ik ben half. Anouk heeft ook succes met mel hoor, maar die heeft er niks in. Slagroom? Gewoon lekker slagroom. Is ook gewoon lekker. Ja. Texel en ja, het suppen en sowieso die camping zelf ben ik al helemaal verliefd op. Ja. Dus ja, het blijft op nummer 1 staan bij mij. Ja, ik heb Zaandam, Zaanse Schans, nummer 1. Ja, die was erg leuk. Dat vond ik erg leuk. Erg leuk. Ja, daar komen wij net vandaan. Die was En heb jij dat laatste rijtje nog? Nou heb ik nog adviezen opgeschreven voor de mensen die kijken en ook nog plaatsjes willen bezoeken. Heb ik een top 4 gemaakt van onze fietsreis, zeg maar. Dus de plaatsjes die je langs hebt zien gaan in de vlog. Die ga ik adviseren. En dan begin ik bij, ik vind het niet helemaal een 4. Ik weet niet waarom die nou bij 4 staat. Maar daar zijn we niet geweest. Nee. Dus die moet je overslaan. Dus die ga ik even als laatste doen. Ik ga beginnen bij nummer 1. En ik adviseer echt de Zaandamse Schans, waar wij dus net vandaan kwamen. Dat is dat leuke dorpje waar we nog niet helemaal zeker van wisten dat het de Zaanse Schans. Zaandamse Schans. Nee, Zaanse Schans. Niet Dam. Zaanse Schans. Ik kan die plaatjes er echt niet uithalen. Ik kan het echt niet. De Zaanse Schans. Schans. Zaanse Schans. Ja. Daar moet, als je daar niet bent geweest, moet je daar echt een keertje heen. Dat is echt leuk. Dat is echt, het maakt het gewoon heel leuk omdat het nog heel erg in de oude staat staat, zeg maar. Dus de huisjes zijn echt nog van vroeger en niet meer van nu. Heel tof. En ze lopen een beetje in kledingdracht, dus als je daar al van houdt, ja, dan moet je er zeker heen gaan. Ja. Dan heb ik nummer 2, Broek aan Waterland. Er zit een hele leuke theetuin die je kan bezoeken. Varen, koeien. Je kan daar kanoën varen en met fluisterbootjes. En je kan heerlijk lunchen. En dus heerlijk overnachten ook. Dat is een onwijs leuk plaatsje. En op nummer 3, dat dus vind ik dat wel heel grappig. Nu staat ik nummer 3. Ja. Julianadorp. Plus Texel. Het dorpje Den Burg in Texel. Daar zijn wij nu er ook geweest in deze trip. Sorry. We zijn een beetje. Weet je, we hebben nu zoveel dingen gedaan. Zoveel beleefd. En we beginnen nu een beetje in te storten of zo op mijn lichaam. Dus vandaar de groene smoothies en de flinke eieren en even een beetje power. Een beetje power erin gooien voor die laatste kilometertjes. Ja. Het werd echt zwaar. Ja, en dat was het. Dat was onze top 4. Ik hoop dat het een beetje verstaanbaar was. Want oude schuld heb je overgeslagen. Nee, we hebben top 4 gehad in alle huisjes. En, ja, oké, okay, maar van die laatste. Daar heb je de nummer 4 overgeslagen. En ik kan er nog bij zeggen. Mocht je dan toch op Texel zijn, ga dan naar het plaatsje in Den Burg, sowieso. Maar vergeet dan ook niet oude schild erbij te nemen. Want dat is een heel oud haventje. Nou ja, oud. Het ziet er wel een beetje oud uit. Ja, het ziet er wel een beetje oud uit. Het is niet heel oud, maar wel een beetje. Het is wel echt een heel gezellig haventje. Daar hebben wij 2 truien vandaan gehaald, die we helaas nu niet aan hebben. Maar echt een heel leuk haventje. Dus mocht je nou toch op Texel zijn, ga paardrijden, ga naar Oudenschuld, ga naar Den Burg.
ja, dat zijn echt de plaatjes die, ja, die moet je niet overslaan, zeg maar. Dat is leuk. Dat is echt leuk. Vinden wij. Ja. En nu gaan we zo weer fietsen. Ja. Laatste kilometers. Nou ja, nog 40. Ja, dat zijn toch de laatste kilometers? Zijn nog niet op de helft. Dus ja. En mocht je denken dat dit dezelfde vesten zijn, dat zijn ze niet. Nee. Zijn ze niet. Nee, maar jij hebt hier ook niet. Even kijken, ik heb hier nog dit dingetje, dat heb jij ook niet. Nee. Misschien, misschien omdat hij al wat ouder is. Ja, maar dat moet. Dat Oké, ik kan het zien door dit. En dan gaat Anouk hem ook nu ervoor houden. Even kijken. Tadaa! Kleurverschil, als je goed oplet. Ja, alleen is even de vraag: in hoeverre is jou naar deze kleur geweest? Ja, hij is wel donkerder geweest. Is hij, maar is hij deze kleur? Dat weet ik niet. Maar hij is wel donkerder geweest. Ja. Dus. Hij is al een paar keer gewassen, dus ja. Lekker. En dan zijn we normaal qua kleur. Dat is ook fijn. Oh ja. Net hadden we rode lippen, een blauwe neus en groene oren bijvoorbeeld. De camera begint een beetje te slijten. Een beetje jammer. We zijn echt, ja, we zijn lonely. We zijn, dit zijn onze vrienden. Maar binnen zitten wel wat mensen hoor. Maar het zijn niet onze vrienden, maar ze zitten er wel. Nee, het zijn niet onze vrienden, maar ze zitten er wel. Oh, kijk, we hebben weer rode neus. Oh ja. Ja, voor jullie is het heel normaal, maar voor ons, wij zien iets heel anders. Ja. En rode wangen. Ja, ik ben een beetje overhit. Ja. Nou, dat valt wel mee hoor, het is best wel fris zelfs. We hebben natuurlijk 2 weken zon gehad, dus dit is voor ons weer even aanpassen. Lange broeken, ja, truien. Nou, echt ook echt de herfst nu in, maar dat mag ook wel. Het is 24 september. Rianne de verjaardag. En ik ben nog steeds jarig. Nou, nog niet officieel, al 6 pas. Nee, je bent vandaag jarig. Ja. Anders zou het triest zijn als je 1 minuut voor 12 s'nachts geboren bent. Dan ben je maar 1 minuut jarig. Dat doen we niet aan. En die heb je ook nog wel erbij zitten, denk ik. Lekker de smolt in. Oh ja, mocht je trouwens ook afvragen wat er in de smolt zit, kan ik ook nog wel vertellen. Ja, zitten we toch hier gezellig. Kokosmelk, dat zit erin. Tropisch fruit, toch? Ja. Ja, tropisch fruit. En er was nog iets. Ja, even nadenken, welke kleur is groen? Oh ja, spinazie. Ja, spinazie hadden we even nodig voor op de fiets. Ja, ja. Nou, spinazie, tropisch fruit en kokosmelk. En hij is echt lekker. Ja. Hij ziet er misschien niet lekker uit, maar hij is lekker. Dat hoor ik heel vaak van mensen, want ik drink heel vaak dit soort groene smoothies. En ze zeggen, eeuw, wat drink jij nou voor een trap? Ja, maar sommige, ja, maar je moet, weet je nog die tomatensaus die we hadden gemaakt? Oh ja, voor Alinda. Ja. Ja, die zag er echt vies uit. Hij was hartstikke lekker, maar die zag er hij echt, zag echt vies heel vies uit. Heel bruin. Ja. Ja, omdat we toen hadden groen, geel en rood. Ja, dat moet je niet samen door doen. Door elkaar geperst met een staafmixer. Staafmixer, ja, dan wordt het bruin. Ja. Dus het zag er heel vies uit. Het was bolognese saus, dus dat was de bedoeling. Ja, het was lekker, maar het zag er niet uit. Nou, het was echt super lekker, maar het zag echt. Het zag er zo vies uit. Het is wel een erg leuk plekje hoor. Heel bijzonder. We zitten nu aan een, in een lunchcafé, maar dan een oude drukker. En daar staat lunchlokaal, de drukker. Echt een heel leuk plekje, maar wel aan de weg. Vlakbij Schiphol. Tussen Schiphol staat nog steeds op de bord. We zijn vlakbij. We zijn aangekomen in Gouda! Yeah! Eindelijk! Yeah! 4 uur fietsen! Nou, we hebben 4 uur gefietst. En we zijn bijna allebei nu thuis. Het leek ons wel leuk om even alle kilometers samen op te noemen. In het geheel, zeg maar. Ja.
wat we nou hebben gefietst heel deze trip. Dus de afgelopen 2 weken bij elkaar eigenlijk. Ja. Nou, vertel het maar. Jij 458 kilometer. 458 kilometer. Ja, ja, dat voelen we. Ja. Dat voelen we. We hebben het ook niet droog gehouden. Maar we zijn bijna thuis. Dus, ja. Lekker warm douchen. Nou, dat was het weer. Ja. Dat was hem. Dat was de vakantie. Ik verhoop dat jullie het leuk vonden. Ja, wij wel. Wij vonden het in ieder geval heel erg leuk. Ja. Ja. Ik heb enorm genoten. Ja. Dus jullie zien mij weer in een andere video ergens. Doeg! Doeg.